Sorry Kees, vandaag 1-0 verlies, vrij moeilijke wedstrijd tegen ook een agressief Oostenrijk. Ja, het was zeker een agressief Oostenrijk. Ik denk de eerste minuten in balbezit dat we het heel moeilijk hadden om eruit te spelen. Ik weet ook niet wat ze riepen, maar ze hadden een specifiek woord waardoor ze allemaal met z'n allen hoog druk kwamen zetten, wat heel impressionant was. Dus de eerste minuten hadden we het zeker moeilijk om er door te geraken. Wat mij ook opviel, ook vorige vrijdag of donderdag Noord-Ierland, vrij agressief, vandaag ook Oostenrijk. Is dat iets wat wij soms af en toe missen? Ja, ik denk dat het al een beetje beter is geworden, maar ik denk nog altijd België, klein land, we zijn heel verlegen. Ik denk dat andere landen, zoals Engeland ook, die zijn, ja, als die in de tunnel staan, zijn die heel zelfzeker, die komen heel zelfzeker over. Dus ik denk dat dat een puntje is waar we nog aan kunnen werken. Vandaag sta je centraal in de verdediging, vorig donderdag stond je op de rechterflank. Maar het gaat jou overal even goed af? Ja, ik had wel wat stress vorige match, omdat het van uw 17 nationale ploeg geleden was, dat ik op 2 heb gestaan. Maar ja, als ik daar kansen krijg, ik denk dat ik heel blij moet zijn met de minuten die ik krijg. Ook al sta ik op de 7 van voor. Je moet minuten pakken hier en dat is heel fijn. Het gaat voor jou wel heel snel. Eerst bij OHL, nu bijna al een basisplaats in het nationale team. Moet wel een goed gevoel geven. Ja, het is een heel fijn gevoel, maar we blijven wel down to earth en voetjes op de grond en altijd blijven werken, want anders komt het gewoon in je gezicht terug. Hoe kijk je nu zelf naar jouw eerste EK, eerste grote toernooi? Ja, heel spannend. Ik heb met U19 al eens een EK gespeeld, maar dat is natuurlijk veel minder professioneel, veel minder naartoe. Je werkt daar natuurlijk heel hard naartoe, maar mijn A-ploeg is dan natuurlijk anders. Maar ik kijk er heel hard naar uit. En dan in een land waar dat eigenlijk voetbal geademd wordt? Ja, eigenlijk wel. Als je ziet de match van Engeland vorige keer, supporters die daar zitten, heel impressionant.